Warm, hè? Ja, het is zeker warm. Dat is ook de reden waarom we het extra schouw doen langs de sporen. Want het spoor kan daar last van hebben, van die warmte. Mijn naam is Kees Negerman en ik doe vandaag de hitteschouw in Amsterdam. Die metingen die komen naar binnen op kantoor. Daar kunnen ze zien van nou, het gaat richting de 40 graden. En als het richting de 40 graden is, dan roept ProRail af van jongens, er moet hitteschouw gedaan worden. Nou, zoals je ziet zindert het een beetje. Dat betekent dat die spoorstaaf toch wel aan de warme kant is. 40 graden plus. Als een staaf te warm wordt, dan krijg je in het ogen drukspanning. Je kunt dat vergelijken met een rietje waar je cola uit drinkt. Als je eraan trekt, dat kan een hele tijd goed gaan. Hè? Dat kan een behoorlijke trekkracht hebben. Dat is met de spoorstaaf ook zo. Maar een drukkracht, ja, druk maar eens een rietje in elkaar en dan zie je wat er gebeurt. Zoiets zou ook met een spoorstaaf kunnen gebeuren. Wat we dan kunnen doen is de spoorstaaf wit spuiten. Een witte spoorstaaf die is wat koeler en dan krimpt die. En als we dan over een meter of 40 tot 60 meter spoorstaaf aan beide kanten wit spuiten, dan zie je hem ook inderdaad krimpen. De wit spuiten is een tijdelijke maatregel. De echte maatregel is eigenlijk dat we 's nachts met een buitendienststelling het spoorstaaf doorsnijden, een plakje eraf halen en weer opnieuw aan elkaar bakken. Op dit moment zie je dat het eigenlijk hier helemaal goed is. Dit ziet er perfect uit. Het is wel warm, maar het is in orde.